Ja, goedemorgen allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe vlog van maandag 20 augustus om 7:41. Oh ja, ik ben het wakker. Ja, want Marion die komt zo meteen, dus dan moet ik al wakker zijn. Dan moet ik al uiteraard zijn. En ik ga zo meteen de hondjes uitlaten. Ja, het is een beetje triest weer. Ja. Maar ik zou wel al zeggen, heel veel kijkplezier gewenst. Want vandaag is maandag, dus dat is weer post sorteerdag. En morgen lopen. Ik ben helemaal laaien. Hi meisje. Ik ben met een baby in mijn handen. Nee, maken ze een foto, zetten ze nog op Facebook. Kut meisje. Is leuk. Ja, mooi leuk. Foto met die baby. Ja, ik ga het hier dus met je foto. Is leuk, hè, meiden? Nee, helemaal niks. Alle drie de meiden. Hé, jij dat was op. Hi meid, alles goed? Goedemorgen. Nou, we zijn druk bezig met de schoonmaak. Kijk hoe vies dit is. Het is heel vies. Kijk, zie je. En dat was straks helemaal schoon. Ja, kijk maar straks weer verder. Dan is hij helemaal schoon. Ja. Het was alweer 11:15. Ja. Gaat hard. Die komt eraan gelopen. Een klein monstertje. Hier ligt Lady. En daar ligt Lovely. En over haar gaan we dat nu even hebben. Ja. Ja. Ik heb een afspraak voor haar ingepland, mensen. Ja. Ja. Ik zeg nog niet wanneer. Maar ja. Ze is nou loops geweest. En ja, ik heb dus al een afspraak ingepland. Sowieso om 11:45 moet ik me melden op die datum. Ja. De datum verklap ik nog niet. Maar ik ga wel vloggen. Dus hou er rekening mee dat het moeilijk kan worden of zielig ervaren kan gaan worden. Ja, of mensen die het niet willen zien. Ja, kijk het dan ook niet. Maar heb je er wel een hart voor of kan je het wel zien? Ja. Ik probeer dus wel gewoon te vloggen. Ja, ik wel. Ja, ik laat wel sowieso eventjes zien naar welke dierenarts we gaan. Het is niet hier om de hoek, nee. Nee, het is bij de dierenkliniek loop ik Benschop. Ja, dat is deze. Hier ga ik naartoe. Hier gaan wij naartoe. Yep. Dus ja, daar gaan we dus naartoe. En ja... Dat wordt weer spannend, want met deze dame zijn we ook geweest. En met die andere dame gaan we nu ook daar naartoe. Dus dat is wel weer grappig. Maar met de grote dame, met Lady dus, ben ik toen geweest met mijn ex Jan. En nu ga ik met mijn aanstaande er weer naartoe. Een beetje graag. Ja, maar dat maakt niet uit. Dus... Ja, ik ben er wel weer blij mee. Zij wordt dus nu ook geholpen. Ja. Nee, maar daar is het echt van, hè, van dat je dus daar dus... ja, de hond en die krijgt dus een prikje. En dan kun je dus naar buiten. En ik laat dan op dat moment Ro vloggen. Dus ja, hij ziet niet altijd even goed of het waarschijnlijk wordt. Dus excuus daarvoor voor. Maar als je er nu tegen kan, wees dan weer blij. Nee, maar dan krijg je dus je hond een prikje en dan kan je dus gewoon nog eventjes met je hond buiten lopen. Zodra je hond dus door de poot heen gaat zakken, door de pootjes, door de hoefjes. Het is net hoe je het wilt noemen. Of dat het over en gaat geven, is het gewoon optillen. En naar de kliniek weer een stukje brengen. En dan gaat je hond lekker slapen. En dan... wordt het geholpen en dan dezelfde dag om rond 3:30 of zo. Dan kan je het weer ophalen. Ja. Ja, en dan mag ze een week niet rennen, vliegen, draven. Joepie, er wordt nog afkikker voor haar. Dus ja, dan ga ik ook gewoon echt gewoon een week niet werken. Want ja,
Kun je gewoon lekker bij de wezen. Lekker voor de kunnen zorgen. Ja, zo ben ik dan wel weer. Ja, thuis is gedaan. Ik probeer eigenlijk citybikes nog te bellen, maar die zijn een beetje moeilijk te bereiken. Maar het kan ook lunchtijd wezen. Dus ja, het is even afwachten, maar dat komt helemaal goed. Ja, en Roderick is onderweg naar werk, want hij heeft een werkoverleg volgens mij. Ik zal eens even kijken waar die uithangt. Of het er al is. Kun je ook even meeluisteren. Het is gezellig, is leuk. Of hij hoort me niet, of hij hoort me wel, weet ik niet. Hey! Ben je onderweg, weg, ja. Ja, weg, ja. En waar rij jij? Bij de station, daar. Bij de waar? Bij de station, ja. Welke is dat station? Dat is Bernhard Maria. Al daar. En jij bent weer Prins Bernhard. Ik ben Bernhard, ja. Dat is mooi. Doe je goed. Goedemiddag, ja. Jullie hadden nog iemand niet gezien, maar wel al gehoord volgens mij, hè. Kijk. Hey, lekker ding. Hey, lekker ding, hè. Ja, lekker. Alles goed, schat. Ja. Alleen die man buiten. Ja. Ik zag eigenlijk een dingetje aan het opdragen, maar hier op het gras ligt een heleboel. Ja, precies. Meneer. Er ligt hier ook nog een hele hoop, hè, hier op het gras. Oh, is dat de woningbouw? Daar staan nog bordjes, hè? Geen idee, ik ben blind, schild weer. Ik ben blind, weet je dat ook gelijk. Ik ben kipper. Hè? Ik ben kipper. Wat eet jij? Ananas. Wat is ananas in het Engels eigenlijk? Is dat ananas of ananas? Geen idee. Pineapple. Is dat zo? Ja. Ja, ananas. Bij van de Jumbo, die had ik net al lekker ingezoomd. Lekker punt. En ik had ook al tegen Mark gezegd dat we de koelkast netjes hadden gemaakt. Ik was heel blij, maar kijk eens naar dingen. Valt er niks wat op? Valt er echt niks op? Nee, is wat weg volgens mij. Nee. Een enge lampje. Nee. Ja, dat denk ik wel. Dit is anders. Die stond eerst daar. Dat is kaal nu. Nee, maar de raam is schoon, lullo. Ja, aan de binnenkant. Aan de binnenkant? Ja, oké. Dat zie ik aan de buitenkant vies is. Ah. Is toch zo? Je krijgt allemaal een druppel water erop. Buitenkant. Ja, buitenkant, ja. Ja, die is aan de binnenkant schoon, hè? Maar aan de binnenkant is schoon. Ja, kijk, en de rooster is ook schoon aan de binnenkant. Dat is mooi. Dat scheelt weer. Zie je weer wat meer, hè? Wat moet jij, kleine? Hé, hey, ga eens maar zitten voor mij. En voor andere mensen. Ben jij mooi? Ik heb jou een mooie foto, hè? Nou, oké, is dus zo. Ben je zielig? Ben je zielig? Buiten lopen, ga naar buiten, kom. Lopen. Ga naar buiten. Ja. Wauw. Ja, lopen. Hé, hey, waar zit er ook, meisje? Oh ja, Pipo, die loopt daar. Ja, idioot is dat eigenlijk wel weer, hè? Ja, weet ik, I know. Jammer, helaas ben ik haast. Ja, toen was het alweer 3:30 en we wachten op de post. En ik heb de bak al beneden neergezet, bij de briefbussen. En Ro is wonderbaarlijk, ja, uit zichzelf. Aan het vastvouwen. Kijk,
Ja, mensen, een man die dus een was aan het vouwen is. Hoe doen we dat? Nou, gewoon eigenlijk heel veel vragen. En ja, ik ben even aan het vloggen. Dan kom ik zo meteen weer binnen. Hé, hey, schat, alles goed. Waarom? En wat ben je aan het doen? Slok. Schappig. Dan zal ik hem ook zo meteen verpesten nog. Zo leuk. Is leuk, schappig. Ja, ga ik mee. Zo, ja. Toen was het donker. Toen was het in één keer weer licht. Kijk, dat is leuk. Hé, hey, schat. Hé. Hey. Wat ben je aan het doen? Ben jouw was aan het vouwen? Mijn was nog wel. Ja, was. Is dat mijn was? Ja, was. Ik dacht ook een stukje jouw was, hè? Ja, dat vouw ik. Hè? Dat vouw ik. Gaat de foto op. Ha, 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 ha. Kijk, dit is niet mijn broer. Ja, dus en zo. Ik vul mijn tegen het licht in. Nee, dat is fijn. Nee, dat is niet handig, niet. Kijk. Nou zie ik jou tenminste. Ja, ik zie jou niet. Haha, grapjes. Maar gaat goed? Hm? Maar gaat goed? Denk wel. Dat is mooi. Dat het goed gaat met jou. Maar je had een sollicitatiegesprek, heb ik begrepen. Ja, klopt. Vertel er daar meer eens over. Ja, we hebben een gesprek gehad. Ja, vertel het nou. Wat is de functie nou precies? Wat verwachten wij? Ja, want je had eerst en gesolliciteerd. Waarvoor? Voor teamleider. Bij? Welk bedrijf? Bij de Zand. Ja. Nou, dat leek wel aardig. Ja. Dus dan... verder naartoe. Ja. Een belletje van nou wat. Wanneer schikt het om eens even langs te komen om te praten? Ja. Nou, dan doen we het maandag maar eventjes tussen de bedrijven door. Prima. Dus dan kom ik maandag even gezellig langs. Ja. Ga even gezellig praten. Vertel een beetje wat de functie inhoudt. Wat er van verwacht wordt. Wat ik meebreng. Wat mijn sterke punten en zwakke punten zijn. En kun je dat aan? Nou. Ik wel, denk het wel. Maar het is natuurlijk aan jullie om te bepalen of ik binnen het team pas. Jullie vinden dat ik het goed ben, dat ik geschikte kandidaat ben. Blablabla. Oké, nou, gaan we het even overleggen. En dan komt er misschien een tweede gesprek. Gezellig, dus je houdt ons mee op de hoogte? Ja. Hij wil er ook eens even op, dat mag. Hey mannetje. Wil je er ook eens een keertje op? Nou, dat mag. Hey. Hey, mannetje. Nou, krijg ik bezoek? Nee, toch? Ja, en toen was mijn mannetje dus druk bezig met post sorteren. En jij moet nog twee wijken hierna met post sorteren? Nou, twee straten. Twee straten bedoel ik, sorry. In mijn vrienden. Lekker weer eventjes, hè? En je eigen wijk, hè? Alleen, hè? Nee, mijn eigen wijk is wel lekker, hè? Dan weet je tenminste weer wat je doet, of niet? Ja. Ben je er weer blij mee? Ik ben er weer helemaal blij mee. Ja, alleen ik film weer lekker naar het licht toe. En jij moet zometeen weer pakketjes draaien. Ja, pakketjes. Rijden. Ook leuk. Ja, en ik moet ook straks een pakketje ophalen. Pakkettendienst. Tussen 6 en 7. 6 en 7 al. Mag ik een pakketje ophalen? Nee. Dat is wat anders dan wegprijs. Geld verdienen. 1,10 euro. Dat is leuk. Goedenavond allemaal. Ja. Ik wil jullie heel graag bedanken voor het kijken naar deze vlog.
wij gaan zo nog even de hondjes doen. Roos aan de huis. En daarna gaan we lekker slapen. Dus vonden jullie deze nou leuk? Ik zou zeggen, vooral dat blauwe duimpje omhoog. Abonneer even op ons kanaal. En ja, vergeet niet eventjes een leuke reactie te geven. Dat zouden we onwijs leuk vinden. En dan zou ik zeggen, thanks for watching. En tot morgen.